De gesprekken zijn positief verlopen. We hebben goed kunnen praten. En er was een acuut probleem. En dat betrof de te late uitbetaling van de specialisten. En zo is het dat het loon van 31 juli nog steeds niet was uitbetaald. Dat is eigenlijk wel opgelost, dat van jullie. Want die overmakingen zijn al gedaan richting de centrale bank en staatsziekenfonds. Verder heeft de president gevraagd om een week de tijd, zodat hij zelf kan regelen en erop kan toezien dat de betalingen van augustus rondkomen. En we gaan ook verder afspraken maken voor een goede continuering, zodat de zorg gewaarborgd kan blijven. De chronische problemen die hebben geleid tot deze actie, die gaan in teamverband worden besproken met een groep van het kabinet van de president, waarbij we op korte termijn en zeer regelmatig bij elkaar zullen komen om puntsgewijs alles op te lossen. En wat zijn die chronische problemen die meteen aanpak behoeven eigenlijk? Op de eerste plaats moet er een betere communicatie zijn tussen de partijen en de communicatie met de directie van het staatsziekenfonds. Die verloopt uiterst slechts tot nagenoeg niet. Daar moet er een oplossing voor komen. En het gaat over de organisatie van ons werk en het declareren. Daarover gaat het vooral. We willen zo transparant mogelijk, zo open mogelijk werken. We hebben al eigenlijk een heel werk, een schema gepresenteerd van hoe wij denken dat we het best zouden kunnen bereiken. En dat moeten we gewoon gaan implementeren. Bent u of is de VMS tevreden over het bereikte resultaat na de gesprekken tot nu toe? Zeker, ze zijn positief verlopen in een goede sfeer. En we willen allemaal eigenlijk dat het goed gaat in Suriname. Dus beide partijen gaan eraan werken. En toch vraag ik me af, als er na een gesprek een oplossing kan komen, vraag ik me af, is dat probleem dan een geldprobleem, een middelentekortprobleem of een organisatorisch probleem, een bureaucratisch probleem? Nou, we hebben grote financiële problemen in Suriname, maar gisteren ging het eigenlijk niet echt over het geld. Het ging over organisatie en communicatie. We gaan dat volgen. Wanneer is het volgende gesprek met de regering? Een delegatie gaat dinsdag rapporteren aan de president en dan hoor ik verder.